morgen, deze morgen. Nou, vlog 40 staat erop. En zoals jullie zien zit ik op een ander plekje in de camper. En we rijden. Dus we zijn al onderweg. We gaan nu naar Amsterdam. En dan gaan we door naar het, hopen we, het warme zuiden. Dus ik zou zeggen, geniet van vlog 40. En onze nieuwe leden, natuurlijk, die hebben we er ook weer bij. Hartstikke welkom. Blijf bij ons en geef duimpjes en geef reacties. En abonneren is natuurlijk gratis. Welkom op, bij onze vlog van Spanje on Tour. Doei doei. Mooi plekje in Zuidbroek. Bootjes die varen voorbij. Nou, en nou moet de brug nog op. Nou, we zullen het zien. Nou, hij gaat niet door de brug, maar hij gaat het jachthaventje in. En gaat daar liggen. Mooi, hè? Zal ik straks een fotootje nemen van de jachthaven? Kijk eens even. Een mooie Zuidbroek. Hebben we nog niet eerder gestaan. Maar dit is aan het dorpsplein. Bij het dorpshuis. Dit is het dorpshuis aan mijn rechterkant. Het zijn hier allemaal bootjes. Nou, ik had het net met Willem over. Ik zei ook, het lijkt mij ook wel wat. Maar ja, zo'n bootje gaat zo langzaam vooruit. Maar als je dan naar Spanje wil, dan ben je denk ik wel een half jaar onderweg voordat je er een keer bent. Dus dat gaan we maar niet doen. Ondertussen komt daar mijn man weer aan. Met onze Pip. En ik loop nu even naar de jachthaven. Om jullie even een ideetje hoe het hier eruit ziet. Kijk, dat is mijn man. Hallo, Husband. Hallo. Vies weer, hè? Ja. Het is heel ander weer als gisteravond. We hebben nog tot 8 uur hebben we naar buiten gezeten. Dat was echt heerlijk. En nou, de omslag van het weer. Nou ja, goed. Ook dat hoort erbij. Ja, kijk eens even. Kijk eens even. Een mooi jachthaven. Tje. Hier, hier liggen nog heel wat bootjes. Boten, jachten. Gezellig hoor. Hier. Kijk eens. Nou, hier hebben ze ook een toiletgebouw neergezet. Met douche en wc en afwasgebeuren. Je kunt hier lozen. Dat hebben ze wel heel. Oh, sorry. Dat hebben ze wel heel slim gedaan. Want al die mensen die hier met hun bootje gaan liggen. Ja, die wil natuurlijk ook hun behoefte wat kwijt. Daar komt de buurman aan. Oh, oh. Hallo. Kenzie, linksrom. Kijk, oh, oh. Rechtsrom. Oh. Nou, het hondje die is misschien jonkie meer. Nou, wat hebben ze hier op het bord neergezet? Eigenlijk allemaal informatie. Wat je hier kunt vinden. En wat hier allemaal is. Nou, kijk eens. Je hebt de poys hier recht tegenover zitten. Dus we hebben hier alles in de buurt. Snackbar, Chinees. En ze hebben het hier erg mooi gemaakt, moet ik eerlijk zeggen. Met een, heel mooi hokje. Leuke bankjes waar je hem lekker kunt zitten. Hier kun je vuil water, nee geen vuil water, de wc lozen. Nou, het is echt een heel mooi plekje. Dus jongens, dit is wel een aanrader en het is gratis. Je kunt hier gebruik maken van 50 cent kun je douchen. Hier kun je mooi afwassen. Grote container erbij. Dit is Zuidbroek. Ik hier tot bij het dorpshuis en gelijk ook verzamelpunt waarschijnlijk van de post. Waar de post wordt gehaald door de postbodes, bodinnen. En deze jonge dame die heeft eigenlijk wel een heel mooi ding. Keybird. Ja. Geweldig. Nou, daar brengt zij dus de post mee rond. Nou, is toch prachtig. Geweldig. Ik wist niet eens dat hier dat punt was. Oké. Okay.
En wij staan hier met de camper, dus... nou, hebben we dat er ook in. Hey, super. Doe dat voor de vlog. Voor de vlog. Zit mijn jasje goed? Zit mijn dasje goed? Vader gaat op stap. Hij gaat boodschappen doen. Doei, lieverd! Hey, Dienhout. Ja? Dat was alweer wat, hè? We hebben het nou weer geregeld, hè? Wat hebben wij geregeld? Nou, bij met Jeanette Vos. Dat we weer een poosje op pad kunnen vanaf volgende week. Of vanaf maar zondag, maandag even kijken, hè? En dan word ik weer serieus. Naar Portugal is de bedoeling. Maar ja, dat heb je al een paar keer gezien en gehoord natuurlijk, dat we daarheen willen. Maar we hebben nu een beetje de benodigde dingetjes die we echt nodig hebben we gekocht. Ook medicatie. En nou, betadine, altijd handig als een van ons twee op snoetje gaat plat. En een lekkere dingetje voor de hondjes. Van alles en nog wat eigenlijk, hè. Wat hebben we nog meer gekocht? Dingen die ze niet hebben in Spanje en in Portugal, want daar krijgen we geen hagelslag. Lekkere chunks van de ruiter of zo. Of pindakaas hebben ze wel, maar niet zo lekker als hier. En bruine bonen hebben ze wel, dus ik kreeg gewoon stamppot bruine bonen, maar lekker, ja. En wat hebben we nog meer gekocht? Van alles, hè. Dus ja, vanaf volgende week gaan jullie het weer allemaal meebeleven. Dus ik zou zeggen, tot dan. Tot dan. Hallo lieverd. Hallo. Waarvoor maak ik dit filmpje dan? Ik heb geen idee. Je vast in wat op je kerststok? Nou, ik zal even een rondje maken. Om mij heen? Om jou heen. Oh, tuurlijk. Kijk eens, daar staat Spanjes on Tour YouTube. Nou, is dat leuk, mooi? Ja. Is dat mooi of is dat ja, niet mooi? Ja, super. Kijk, hier een campertje. Een campertje. Even naar de bossen heen. En wie heeft dat gemaakt voor ons? Onze lieve Jeanette Vos. Jeanette Vos. Ja. En nou zal ik Dienhout, we draaien hem even om. Kijk, Jeanette heeft voor Dienhout ook een t-shirt gemaakt. En daar staat dus op, all we need is love. En de camper. Nou, is dat niet geweldig? Geweldig. Heeft ze ook voor ons gemaakt. Dankjewel nogmaals, Jeanette. Dankjewel. En we gaan er weer van duwen. Ja, dat gaan we doen. Doei, doei. Oh, dan was helemaal interrupted, ja. Nee, nou, geef dat niet. Dat hoort maar daar heeft onze Jeanette heeft dat voor ons gemaakt. Ja. Dus hartstikke lief. En daarom zei ik nogmaals bedankt, Jeanette. En toch gauw, lieverd. We houden van jullie. Doei, doei. Nou, nog even weer vanuit de rijdende camper. Want we rijden nog steeds. Zeg ik bedankt voor kijken naar vlog 40 en volgende week een hele nieuwe. Waar we dan zitten, ik heb geen idee. We zijn onderweg, dus het wordt weer spannend. Ik zou zeggen, hele fijne dag en tot volgende week.